niet controleren. Dit is een beetje gemengd iets, denk ik. Ja. Natuurlijk zijn er zaken die je goed kunt regelen. Kijk, als je je pennen niet bij je hebt en je gaat op vakantie, ja, dan vraag je om moeilijkheden. Dat is een probleem. Ja. Maar eigenlijk zegt 22% hier, Fred, joh, eigen schuld. Ja, nou, daar ben ik het niet mee eens. Hè. Nee. Niet altijd is het je eigen schuld. Je lichaam doet niet wat jij zelf wil. En dat is het hele vervelende met diabetes. Er gebeuren gewoon dingen die je niet wil. Ja. Je wil het niet zo geregeld hebben, maar je lichaam reageert op de een of andere wijze wel. Een hypo, s'nachts een hypo, ja, dat had je niet van tevoren bedacht. En dan moet je toch iets functioneels doen om weer bovenop die hypo te komen. Want anders, net wat u zegt, dan ga je er onderuit. Ja. Ja, het is ook... Er zijn heel veel factoren die invloed hebben op je bloedsuiker. Als je gaat sporten, dan ben je insulinegevoeliger. Dus dan reageer je beter op de insuline. Maar bij sommige mensen duurt dat 4 uur. En soms, als je wat meer inspanning hebt gedaan, kan het ook wel 20 uur duren. Ja, dat is, je kunt moeilijk. Je kunt niet kiezen van of 4 uur of 20 uur. Het zit ergens ertussen. Ja, wat doe je dan? En de ene dag is het een beetje koud buiten. En reageer je misschien sterker op dan de andere dag. Eten. Nou, natuurlijk kun je een beetje uitrekenen hoeveel koolhydraten er in je eten zitten. Maar als je uit eten gaat, ja, iemand schept jou op. Hoeveel ligt er op je bord? Hoeveel eet je daarvan precies op? Ja, dat is heel moeilijk. Nou, en ik zou nog heel graag aan toe willen voegen dat ook de psychologische component is een hele belangrijke in dit verband. Want ik denk dat diabetes is voor mijn gevoel, ik werk nu al zo lang met mensen met diabetes, het is echt een rugzak voor het leven. Hè? Je krijgt het en die rugzak doe je. Ja, en die rugzak doe je niet meer af. Als je er dan toch al een rugzak hebt hangen, omdat er gewoon andere dingen in je leven niet lekker lopen of dingen niet goed op de rit te krijgen zijn. Ja. Kan dat heel belastend worden. Dan kun je echt op doorzakken. Ja. Ik bedoel, niet voor niets komen bij mensen met diabetes depressies 2 keer vaker voor dan bij mensen die geen diabetes hebben. Dat is nogal wat. Ja. Dat zegt dus heel veel over dat het, dat het geen makkelijke ziekte is om mee te dealen. En als je dan ook nog andere moeilijkheden in je leven hebt, dan is dat heel pittig. Een beetje nuance is dus geboden. Absoluut. Ja. Ik wil graag verder met onze volgende vraag stellen. Die hebben we aan de telefoon. Joke. Hallo. Hallo Joke, wat goed dat jij belt. Je hebt een vraag voor ons, vertel. Ja, ik had jullie een vraag gestuurd inderdaad. Hoe komt het dat de ene diabeet bij 4 al last heeft van hypoverschijnselen en de andere diabeet bij 2,5 nog alles kan doen? Ja, dat is heel goed. Tussen aanhalingstekens. Gaan we even, aan wie zou je willen vragen? Ik denk aan de dokter. Dokter. Mag hoor, ik denk dat de diabetesverpleegkundige ook prima kan beantwoorden. Maar kijk, waar we het net al een beetje over hebben gehad, als je heel veel hypo's hebt, dan gaan je hersenen daar een beetje aan wennen. En die gaan die grens omlaag schuiven. En dat betekent dus dat sommige mensen die relatief vaak hoog zitten, daar zal die grens wat hoger liggen, bij 4. En soms zelfs als mensen heel slecht geregeld zijn, waar wij als dokter zeg maar een beetje boos van worden, van kom, ga nou eens wat doen in je bloedsuiker. Dan kunnen mensen al bij 5 of 6 of 7 het gevoel hebben dat ze een hypo hebben. Omdat de grens voor je hersenen verschuift. Ja. En mensen die veel hypo's hebben, die voelen dan pas bij 2,5 watt. En dat vinden wij dus ook altijd een beetje bedreigend. Dat is een beetje waar Jacqueline het net over had. Dan willen we eigenlijk juist graag dat ze een tijdje maar wat hoger gaan zitten, zodat ze het gevoel weer terugkrijgen, omdat wij ook niet willen dat onze patiënten tegen een boom aanrijden. Ja. Ja. Nou ja, en het is ook de snelheid hoor, waarmee het gaat. Het kan soms, als je heel snel daalt, dan kunnen mensen als ze bijvoorbeeld van 12 ineens naar 5 zakken, dan kan dat ongelooflijke hypoverschijnselen geven. Terwijl ze diezelfde hypoverschijnselen bijvoorbeeld een week later, als ze heel langzaam dalen, pas bij 2,5 krijgen. Ja. Dus duidelijk, snelheid, Joke? Ja hoor, het is duidelijk. Ja? Oké, bedankt voor bellen. Ja. De volgende vraag komt van Carla. Helpt veel water drinken snel tegen een hyper? Nou... Snel water drinken helpt op zich niet. maar helpt het water veel water, veel water drinken helpt wel. Hè. Een van de verschijnselen van die hoge bloedsuikers is dat suiker gaat lekken uit je nieren en dan neemt het water mee. Daarom gaan die mensen veel plassen en krijgen ze veel dorst. Maar dat betekent dat je daar ook een beetje gebruik van kunt maken. Want als je maar zorgt voor voldoende watertoevoer, dan plas je die suiker dus uit en helpt het wel tegen een hyper. Is dat bij jou zo ook? Dat is bij mij ook zo, ja. Heel veel drinken en dat water, wil je ook. Water, ja, water. Water. Geen bier ook. Geen cola ook. Hè. Nee. Ik krijg echt wel eens mensen verwezen die dan zogenaamd een slecht geregelde diabetes hebben. En dan blijkt gewoon dat als je heel goed doorvraagt, dat die mensen zeggen, ja, maar als ik dorst heb, dan ga ik cola drinken. Ja. Maar dat houdt juist in stand. Ja. En dan zeg ik altijd van, ga eerst dan maar 2 weken lang alleen maar thee en water drinken. En dan gaat het drastisch beter. Ja. Nou, die cola, dat is nog wel een inkoppertje, vind ik. Maar die sinaasappelsap, waarop met grote letters op het pak staat, geen suiker aan toegevoegd. Light. Mensen denken dan dat ze dus iets drinken waar geen suiker in zit. Ja. Terwijl sinaasappelsap is gewoon een vruchtensap. Dus je krijgt wel degelijk heel veel suikers binnen. Ja.
Dat soort vergissingen, ja, die liggen wel op de loer. Fred zegt ook nu light producten. Light producten. Ja. Light producten. Wat is een light product? Ja. Heel veel light producten bevatten toch koolhydraten. Ja. En dan denkt iedereen van, nou, dat kan ik rustig drinken, want ja, daar gebeurt niks. Er zit nul suiker in. Maar ja, zo light is dat light niet. Nee precies. Dus lees het pak, lees wat erop zit. Ja. Water is goed voor mensen. Ja. Ook voor gezonde mensen. Ja. Masha, die vraagt, eigenlijk heb jij dat ook al ondervonden. Hoe kan ik erachter komen of ik nachtelijke hypo's heb? Ja, dat is ik kan het een beetje beantwoorden. Als je 's morgens vroeg wakker wordt met ontzettend veel hoofdpijn, je bent heel moe. En je hebt de avond ervoor gewoon te veel gedronken. Dat zou ook. Dat is natuurlijk wel lastig. Nee. Drink ik ook geen alcohol. Om zeker van te zijn dat het niet heeft gelegen in het alcoholpercentage. Maar echt, dan word je wakker met een ontzettende hoofdpijn. Ja. En je begrijpt niet waaraan dat ligt. En ja, je kan ook wel zo getranspireerd hebben dat alles nat is. En ja, dan denk je, ja, ik heb toch een hypo gehad en ik heb dat niet gemerkt. Ja. Dat is, of dat je partner zegt van, nou, je hebt wel vannacht ontzettend liggen snurken. Hè, ja. Dat is ook, kan ook een symptoom zijn. Als wij een verdenking op hebben, ja. Hè, bijvoorbeeld omdat iemand inderdaad dit soort klachten heeft, of omdat iemand 's ochtends eigenlijk altijd een beetje te laag of aan de lage kant zit, die denkt van, god, hij komt elke keer bij, hè, vooral als hij bijvoorbeeld voor het slapen gaan eigenlijk heel hoog zit en je ziet dat hij over de nacht enorm gedaald is, en denkt van, ja, misschien is hij ook wel eventjes te diep geweest. Ja. Ja, dan is het enige wat erop zit, is gewoon gemeten. Dat is helaas, het is vervelend dat meten, dat vingerprikje is bloedvervelend. Ik heb zelf een enorme hekel aan. Ook letterlijk. Maar, Maar het is soms gewoon noodzakelijk. Ja. En dan zeggen we, ja, weet je, toch maar even een paar keer je wekker zetten om 3 uur 's nachts of 4 uur 's nachts. Maar ik meet ongeveer 21 tot 2300 keer per jaar. En dan praat je over belastend. Dat zijn dus belastende dingen. Je went er ook aan, hè, wat je net zei, je went aan heel veel dingen. Maar ja, mensen hebben zoiets van, wat een aantal, maar ook daar ben je dus aan. Nee, ja. Dus het meten en ook 's nachts meten, ja, heel vaak mijn wekker gezet om te kijken van, hey, hoe gaat dat in de nacht met me? Ja. Dat is reuze vervelend, maar je wint eraan en je valt gelijk weer in slaap. Ja. Ik wil even door naar onze volgende vraag stellen, want hier hebben we aan de telefoon Hans. Goedenavond. Goedenavond Hans, je had een vraag voor ons. Brandpost. Ja, ik heb de volgende vraag. Ik gebruik 2 tabletten metformine, 500 per dag. Nu is mij door de verpleegkundige verteld dat door metformine, dat niet kan leiden tot een hypo. Nu heb ik toch het afgelopen jaar al een paar keer gehad dat ik heel erg begon te trillen, te transpireren, slecht begon te zien. En ik ben op een bepaald moment toch gaan prikken en toen zat ik op 3,2. En dat was iedere keer 3,1, 3,2. Wat is er nu waar van de stelling, bij metformine kun je geen echte hypo krijgen? Nou, Jacqueline. Nou, dat is een spannende ja. Want dat zeg ik inderdaad ook altijd. Want metformine stimuleert alleen maar dat je lichaam beter gevoelig is voor de insuline die het eigen lichaam nog kan produceren. Dus je voegt eigenlijk geen insuline toe. Dus is dan ook de gedachte dat je dus geen hypo's kunt krijgen. Maar ja, als deze meneer toch laag meet, vraag ik me af of hij misschien er een ander medicijn niet per ongeluk ook bij gebruikt. Heeft hij nog een ander pilletje voor de suiker er soms bij? Oh, ik heb heel veel pilletjes. Ja, maar voor de suiker specifiek? Ik gebruik namelijk het meeste wat ik daarbij gebruik is antidepressiva. Ja, oké. Okay. Ik heb dus chronische depressie, dus dat ik niet gewoon mijn hele leven, behalve die metformine, ook antidepressiva slikken. Ja, ja, ja. Dat je die toch daar een verbinding in ligt? Nee, dat zou je niet. Nee. Nee, antidepressieven geven niet. Ik ben het helemaal met je eens. Van metformine kan je eigenlijk geen echte hypo's krijgen. En 3,2, hè, dat is ook een beetje waarom wij in het AMC altijd zeggen, nou ja, eigenlijk moet het wel zo'n beetje onder 3,0 zijn. Wat hier misschien speelt is wat Jacqueline net al zei. Soms hebben mensen, merken ze het wel gewoon als ze heel snel dalen. Hè, en ik denk dat, dat je daar een beetje in moet zoeken. Ja. Wat soms bij sommige mensen ook speelt, als je lang diabetes hebt, heb je soms ook een beetje dat je maagontlediging vertraagd is. Ja. En dat een beetje rare schommelingen in je eigen insulinespiegel kan geven. Dus weet niet of dat voor deze meneer geldt, maar dat kan soms een beetje er doorheen spelen. Maar metformine zelf, dat is verbeterd inderdaad alleen maar je gevoeligheid voor je eigen insuline. Nee. En je eigen regulatie van je lichaam regelt het dan. Dus daar heb je eigenlijk bijna nooit hypo's van. Hans, ja? Heb je antwoord gekregen op je vraag? Ja. Ja? En anders misschien even naar je eigen arts. Misschien of, dat ik dan mag vragen, wat kan ik dan toch het beste doen? Ik denk even naar de arts en de eigen diabetesverpleegkundige. Ja, kijk, als je heel